Arno Meijers, zondagmiddag, 3:30, om erbij 3:30, 2:30 mag ook. Arno Meijers, zondagmiddag, 2:30, A4 vol. Ja, nee, dat is eenmalig gebeurd inderdaad, dus ik wil het wel eens meemaken. Ja. Het zou zomaar kunnen, hè? Nou, het is wel inderdaad, we zitten wel in de fase dat we vertrouwen hebben. En als het een keer zou moeten, dan zou het aankomende zondag zeker een kans hebben, ja. Is het gevoel er ook dat het kan? Ja, tuurlijk. Dat is wel een stukje wat misschien bij Feyenoord uit ontbrak, zeg maar, wat de trainer aangaf. Dat je het geloof moet hebben dat het mogelijk is. En dat moeten we zondag natuurlijk ook gewoon uitstralen. Ja, natuurlijk weer eerst de wedstrijd aankijken hoe die gaat lopen. Maar wat je zegt, zeker zo'n Feyenoord scenario dat we iets meer geloven in moeten hebben, dan is het zeker mogelijk. Hoe kan je winnen in Amsterdam? Ja, nou ja, ik denk dat we sowieso heel goed bij elkaar moeten spelen. En of het nou hoog of laag op het veld is, zeg maar, dat is dan afhankelijk van hoe de wedstrijd verloopt. Maar eigenlijk blijft natuurlijk een goede ploeg. Het is niet dat we denken van dat we er even lekker kunnen gaan voetballen. Maar het wordt gewoon sowieso een lastige wedstrijd daar. En ze hebben heel veel kwaliteit, maar ik denk dat wij ook veel kwaliteit hebben. En dat zij daar ook wel rekening mee moeten houden. Het is meer dan teren op de flow, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ik bedoel, als je ziet hoe voetballend ook de laatste wedstrijden spelen, dat is inderdaad wel een teken dat we goed bezig zijn. Maar ik gaf eerst al aan dat het wisselvallig waren. En dat moet er nog steeds wel een beetje uit. Maar Willem II was wel een goede wedstrijd van ons. Omschrijf je ideale scenario eens? Ideale scenario is dat ik in de 85e minuut 1-0 binnen tik. Dat is het ideale. Jij? Ja, ik, ja tuurlijk. Ja, dat is het ideale. Maar ja, ofwel als je 0-4 als je rustig aan kunt, is ook wel lekker. Maar achteraf, als ik de 0-1 zou binnen kunnen tikken, dan dat zou het beste zijn. Ja. En wie is wat anders? Jullie hebben deze week rond tafel gezeten met ADO, jij en je zaakwaarnemer. Ik begreep dat het verschil overbrugbaar is. Ja, dat las ik ook, ja. Ja, nou goed, ik heb zelf even gesproken, maar dat was nog niet echt heel concreet. We zijn gewoon in gesprek en dat, ik zou niet weten wanneer de uitsluit overkomt. En overbrugbaar, ja, dat... Gebruik je dat woord ook? Die woorden, die zou ik niet gebruiken. Ja, die heb ik inderdaad ook gelezen en... Dat moet maar blijken dan. Nog. Maar is het overbrugbaar? Nou, dat weet ik niet. Maar ik heb geen zin om daar verder over de inhoud van het gesprek te gaan. En het kan nog alle kanten op. Laat ik het daarop houden. Maar? Ja, inderdaad, dat is het. Ja. Je wilt ook duidelijkheid zelf? Je hebt toch een knoop doorhakken? Maar niet op... dat zal... Ja, ik weet niet wanneer dat zal gebeuren. Oprecht niet. We gaan gewoon... We zijn in gesprek. En dat is het enige wat ik er nu zo over kan zeggen. Dat is niet nieuw, hè? Dat is niet, nee, ik heb heel vaak aangegeven hoe het zit en iedereen weet hoe het zit. Dus er is nog niks nieuws, dus als er wat nieuws is, ben jij misschien wel de eerste die het hoort. Misschien. Misschien, ja, moet ik er even over nadenken.